You're good on that, man. Hierbij open ik deze academische zitting waarin Johanna, Petronella, Margaretha, Maria, Willemsen het academisch proefschrift getiteld Improving Calcium Intake During Pregnancy in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Zeker. Geachte prorector, leden van de oppositie, lieve vrienden, familie en collega's, welkom. Dankjewel dat jullie hier vandaag allemaal aanwezig zijn of online zitten mee te kijken. Graag neem ik jullie in het komend kwartier mee in het onderzoek dat wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Het onderzoek draait om de calciuminname tijdens de zwangerschap en het verbeteren hiervan. Waarom calcium in de zwangerschap? Omdat het belangrijk is voor zowel de moeder als voor het ongeboren kind. Voor het ongeboren kind is calcium natuurlijk belangrijk voor een gezonde botontwikkeling. Maar ook een te laag geboortegewicht en vroeggeboorte kunnen door een adequate calciuminname tijdens de zwangerschap voorkomen worden. Voor de zwangere vrouw kan een hoge bloeddruk door calcium worden voorkomen. 3 tot 10 op de 100 zwangere vrouwen krijgt hier last van. En in de helft van deze gevallen treedt er naast een te hoge bloeddruk ook eiwitverlies op in de urine. En dan spreken we van pre-eclampsie. In de volksmond ook wel bekend als zwangerschapsvergiftiging. En calcium kan ook dit voorkomen. En dat is heel belangrijk. Want pre-eclampsie kan een zwangere vrouw doodziek maken. En tot extreme vroeggeboorte en gevaar voor de pasgeborene leiden. Wereldwijd sterven er jaarlijks 30.000 vrouwen door pre-eclampsie. En de enige echte genezing van de ziekte is een bevalling. Het voorkomen hiervan is dus heel erg belangrijk. Begin jaren 2000 kwam sterfte van baby's rondom de geboorte in Nederland vaker voor dan in andere Europese landen. En een van de grote oorzaken daarvan was ook pre-eclampsie. Dat was een teken dat de Nederlandse geboortezorg moest gaan verbeteren. Een van de onderzoeken die daarom startte, was de EXPECT-studie. Deel 1 van de EXPECT-studie was dan ook gericht op het ontwikkelen van instrumenten die slechte gezondheidsuitkomsten in de zwangerschap konden voorspellen. Meer dan 2500 vrouwen deden hieraan mee. En een van de aandachtspunten in dit onderzoek was de calciuminname tijdens de zwangerschap. Hoe kom je dan aan voldoende calcium? In Nederland is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid om 1000 milligram calcium per dag binnen te krijgen. Dat geldt zo voor mannen, voor vrouwen, voor zwangeren of voor niet-zwangeren. En dat kun je doen uit zowel voeding als uit supplementgebruik. En als we dan naar voeding kijken, dan weten we dat zuivelproducten het meeste bijdragen. Maar het is helemaal niet zo makkelijk om genoeg calcium op die manier binnen te krijgen. Want als je genoeg binnen wil krijgen en je zou dat alleen uit melk willen doen, dan moet je al 4 tot 5 glazen melk op een dag drinken. Studies in ontwikkelingslanden laten veelal calciuminnames onder de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zien. En over de calciuminname van vrouwen in westerse landen was eigenlijk heel weinig bekend. We nemen wel aan dat dit in Nederland goed zit, maar we wisten dat helemaal niet zo zeker. Dat zijn wij dus gaan onderzoeken.
In de Expect-studie deel 1, tussen 2013 en 2015, hebben we dus bijna 2500 vrouwen in de vroege zwangerschap vragenlijsten laten invullen. En die vragenlijsten die stelden vragen over hun voedingsinname en over supplementgebruik. Bij die supplementen hebben we verschillende soorten supplementen nagevraagd, namelijk multivitamine voor zwangeren, algemene multivitamine en losse calciumsupplementen, zodat we op basis van zowel die voeding als het supplementgebruik de totale calciuminname konden bepalen. En wat zagen we? 60% van de zwangere vrouwen kreeg niet genoeg calcium binnen. Het supplementgebruik hebben we ook los in kaart gebracht. En we zagen dat zo'n 70% van de zwangeren een multivitamine voor zwangeren gebruikte. Er is dus zeker wel een bereidheid van vrouwen om tijdens de zwangerschap supplementen te gebruiken. Alleen doet zo'n multivitamine voor zwangeren niet zo heel veel op de totale calciuminname. De aanbeveling is om 1000 milligram calcium per dag binnen te krijgen. En gemiddeld draagt die multivitamine voor zwangeren daar 127 milligram toe bij per dag. Een losse calciumtablet daarentegen bevat meestal 500 milligram per stuk. Alleen werden die maar door 2% van de vrouwen gebruikt. We hebben toen berekend wat de gevolgen zouden zijn van het adviseren van losse calciumsupplementen van 1000 milligram per dag. En we hebben dat berekend voor 3 verschillende groepen vrouwen. En daarbij hebben we een realistisch scenario geschetst, rekening houdend met een opvolging van het advies door 50%. Omdat we ervan uitgaan dat niet iedereen het advies opvolgt. We hebben de impact berekend als we de calciumsupplementen zouden adviseren aan vrouwen met een hoog risico op pre-eclampsie, PE. Vrouwen met een te lage calciuminname uit de voeding. Of alle zwangere vrouwen. En voor die eerste groep geldt dat als we het calciumadvies van 1000 milligram per dag in een supplement zouden geven aan vrouwen met een hoog risico op pre-eclampsie, dat er 8% van de gevallen van pre-eclampsie voorkomen kan worden. En dat er per 100.000 zwangere vrouwen zo'n 2 miljoen euro financiële winst in de gezondheidszorg gegenereerd kan worden. Voor die tweede groep, als we het advies geven aan vrouwen met een lage calciuminname uit de voeding, geldt dat er 13% minder pre-eclampsie kan optreden en een financiële winst van bijna 3 miljoen euro per 100.000 zwangere vrouwen. En als we nou het calciumadvies aan alle zwangere vrouwen gaan geven, dan levert dat de grootste winst op, namelijk een reductie in pre-eclampsie van 25% en een winst van zo'n 4,6 miljoen euro per 100.000 zwangere vrouwen. En dat is natuurlijk goed nieuws. De verloskundigen en gynaecologen in Limburg hebben dan ook in 2016 afgesproken om alle zwangere vrouwen in Limburg te adviseren over calcium. Vervolgens ging het tweede deel van de Expect-studie van start in 2017. In deze studie hebben we de risico's op slechte zwangerschapsuitkomsten voor elke zwangere vrouw in het begin van de zwangerschap berekend en hebben we elke zwangere vrouw een zorgpakket op maat aangeboden. En we zien een halvering van de kans op slechte uitkomsten bij vrouwen die voor het eerst zwanger zijn. Voornamelijk door minder sterfte rondom de geboorte en minder geboortes voor de 32 weken. En dat leidt natuurlijk tot blije baby's. Tijdens de Expect-studie 2 hebben we dus de impact van de risicogebaseerde zorg geëvalueerd. En natuurlijk ook de impact van het calciumadvies bekeken. Waar we in de tijd van de normale zorg nog zagen dat losse calciumsupplementen door 2% van de zwangere vrouwen gebruikt werden, gebruikt nu, na de start van het advies, 30% van de vrouwen deze losse calciumsupplementen. Desondanks valt de verbetering in de calciuminname in totaal op de hele groep nog wat tegen. Waar we in de normale zorg nog zagen dat 60% van de vrouwen een te lage calciuminname had, is dit na de start van het advies nog steeds bij 49% van de vrouwen zo. We zien dus zeker een verbetering,
Maar we zijn er nog niet. Daarom waren we ook heel benieuwd welke vrouwen nu juist risico lopen op een te lage calciuminname. Want als je dat weet, dan kun je ook aan deze vrouwen meer aandacht besteden. En uit ons onderzoek blijken de volgende vrouwen risico te hebben op een te lage calciuminname. Dat zijn de jonge vrouwen. Hoe jonger, hoe hoger het risico. Maar ook de vrouwen die nooit eerder bevallen zijn. Of de vrouwen van een niet-Caucasische afkomst. We zijn daarna de relatie tussen de kans op pre-eclampsie, op de horizontale as, en de kans op een te lage calciuminname, op de verticale as, gaan bekijken. De stippenlijn door het paars geeft de oude situatie weer. En de doorgetrokken lijn door het rood de nieuwe situatie, na de start van het calciumadvies. En we zien dat de vrouwen met een hoger risico op pre-eclampsie, meer naar rechts dus, nu minder kans hebben op een te lage calciuminname. En dat is mooi. Klein voorbeeld. Vrouwen met een hoge kans op pre-eclampsie, namelijk 14%, die hadden eerder bijna 70% kans op een te lage calciuminname. En nu is dat 30%. Dus juist diegenen die het hardste nodig hebben, die hebben nu ook een betere inname. Maar, wat helpt nu in het opvolgen van het calciumadvies en wat werkt belemmerend? We hebben ook dit in de EXPECT-studie 2 onderzocht. Meer dan 800 vrouwen hebben we gevraagd of zij het calciumadvies gekregen hebben. En 82% beaamde dit. Onder deze vrouwen was de inname van calcium dan ook beter dan onder vrouwen die het advies niet gekregen hadden of die het zich niet herinnerden. Vervolgens ben ik 16 vrouwen die kennis hadden gemaakt met het calciumadvies telefonisch gaan interviewen. Daar zaten vrouwen bij die het calciumadvies hadden opgevolgd en calciumsupplementen zijn gaan gebruiken. Er zaten vrouwen bij die zijn gestopt met het gebruik van calciumsupplementen. En daar zaten vrouwen bij die geen calciumsupplementen hadden gebruikt. De interviews deed ik volgens een systematische wetenschappelijke methode. En ik heb daarbij 5 gebieden uitgevraagd bij al die vrouwen. Dit zijn de gebieden. Het calciumadvies zelf heb ik vragen over gesteld. Over de patiëntkenmerken heb ik vragen gesteld. Over het gebied van de professional. Over het sociale gebied. En over het gebied van organisatie en financiën. Het feit dat calcium gezien wordt als een veilig middel werkt bevorderend. Dat is een helpende factor voor de vrouwen om de calciuminname te verbeteren en om dit vol te houden. Het feit dat vrouwen schade willen voorkomen van hun kindje werkt ook bevorderend. Dat vrouwen veel vertrouwen hebben in hun professional werkt bevorderend. En een ondersteunende thuissituatie of omgeving is ook fijn. En het feit dat er nu langzaamaan een beetje meer bewustwording komt, helpt ook. Echter, een kennisgebrek werkt belemmerend. En dan heb ik het niet alleen over de praktische kennis, maar ook over de achterliggende theoretische kennis. Want die is er vaak toch nog onvoldoende. Een te lage motivatie, vaak ook gebaseerd op een kennisgebrek, werkt belemmerend. En de manier van overdracht van kennis is voor de vrouwen erg belangrijk. Het feit dat calcium op dit moment nog niet echt een gespreksonderwerp is in de sociale omgeving, werkt belemmerend. En dat het zo nieuw is, dat maakt het toch nog een beetje spannend voor veel vrouwen. Moet ik bijzeggen dat voor de vrouwen die ik geïnterviewd heb, financiën geen rol speelden. Dan, in conclusie. Het calciumadvies in Limburg heeft intussen geleid tot een verbeterde calciuminname tijdens de zwangerschap. We zien vooral een toename in het gebruik van die losse calciumsupplementen. En er is een stukje meer bewustwording. Maar nog steeds een te lage inname van calcium bij de helft van de vrouwen. Ons model laat zien dat er gezondheidswinst en financiële voordelen te behalen zijn.
En we hebben risicogroepen geïdentificeerd voor een te lage calciuminname tijdens de zwangerschap. Daarnaast hebben we met dit onderzoek tips gegeven voor de verbetering van die calciuminname. En de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie heeft het calciumadvies voor zwangeren dan ook intussen opgenomen in hun richtlijnen. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel voor deze presentatie. Dan zal nu de oppositie worden geopend door professor Weyenberg. Zij heeft als leeropdracht epidemiologie, in het bijzonder de moleculaire epidemiologie van kanker. Ze werkt bij de Maastricht University. Dank u wel. Geachte mevrouw de promovendus. Als eerste wil ik u complimenteren met een prachtig proefschrift. En ik wil daarbij ook de verdere promotiecommissie meenemen. Ik heb uw proefschrift gelezen en met veel interesse. Het is echt een heel mooi voorbeeld van hoe onderzoek uiteindelijk leidt tot een verandering in de praktijk voor de best mogelijke zorg in de praktijk. Dus dat is hartstikke mooi. Mijn eerste vraag, en ik ga eigenlijk eerst de paradigma aan het werk zetten, gaat over twee stellingen. Dus ik zou graag even willen dat die voorgelezen worden. Stelling 5 en 8. Stelling 5. Het adviseren van een calciumsupplement moet laagdrempeliger gebeuren dan enkel wanneer een adequate voedingsinname van calcium structureel na 20 weken zwangerschap niet lukt, zoals de gezondheidsraad aanbeveelt. Stelling 8. De calciumrichtlijn voor zwangeren zou even praktisch moeten zijn als de calciumrichtlijn die huisartsen gebruiken bij een hoog fractuurrisico. Oké, dank u wel. Nou, twee stellingen die echt gaan over wat de richtlijn niet of wel zou moeten zijn. Maar wat zou die dan, als die zo praktisch en concreet zou moeten zijn, hoe zou die dan vandaag de dag moeten luiden naar uw proefschrift? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw felicitaties en voor uw vraag. We hebben het over richtlijnen hier, hè? En momenteel stelt de gezondheidsraad dat op het moment dat een voedingsinname van calcium structureel niet lukt na de 20 weken zwangerschap, dat die dan aangevuld zou mogen worden. Dat is gebaseerd op een hoop RCT's die gedaan zijn in het verleden. Op ook de aanbeveling vanuit de WHO, de World Health Organization, om op het moment dat een vrouw een te lage voedingsinname heeft van calcium of een te hoog risico op preeclampsie, dat dan gesuppleerd mag worden. Echter, wij zien op basis van ons onderzoek dat de calciuminname te laag is, zoals u heeft gelezen en ik net heb laten zien. En we weten dat het heel moeilijk is om voedingsgewoontes aan te passen en om die gedragsveranderingen, lifestyle changes, eigenlijk te maken. Ook al gaat het maar om 9 maanden. En dat maakt dat wij ervan denken dat het makkelijker moet zijn. En dat we dat ook horen van de vrouwen in de interview, als we dat kwalitatieve onderzoek doen. En vrouwen geven ook aan, het moet goed te doen zijn, het moet duidelijk zijn, maar vooral ook heel praktisch. Nu wordt er gezegd, hè, er is een calciumadvies, je moet aan 1000 milligram per dag komen. Maar voor heel veel vrouwen is het niet duidelijk hoe dan. Hoe bereik ik die 1000 milligram? Wij vinden dan ook dat zou moeten verbeteren. Als we het dan hebben over dat praktisch maken, want dat is natuurlijk de vraag die daar dan op volgt. Ik ben huisarts in opleiding en ik zag in onze NHG-richtlijn fractuurpreventie een hele handige standaard waarin ook aangegeven staat, nou, als u zoveel zuivelproducten inneemt, als u een hoog fractuurrisico hebt en bisfosfonaten medicatie gebruikt, dan kunt u aanvullen, suppleren met zoveel milligram. En ik zeg niet dat we precies die milligrammen moeten overnemen, maar ik denk wel dat dat voor vrouwen een uitkomst zou kunnen bieden om het zo duidelijk te stellen. Dus en, mag ik dan even interageren? Ja. Dus u stelt voor om het dan vooral via suppletie te doen? Niet per se.
Dat is een goede vraag, inderdaad. Ik denk dat we daarin moeten gaan overleggen met vrouwen, waarin zij zelf individueel hun winst zien. Want natuurlijk is voeding een heel mooi middel, en misschien ook wel een beter middel. Dat is niet bewezen, dat is niet bekend of het beter is dan suppletie. Maar het is de vraag of dat realistisch is voor een vrouw. En als zij op basis van haar voeding meer dan 5 zuiver producten op een dag binnenkrijgt, dan is suppletie niet nodig. Maar als zij minder binnenkrijgt, dan kun je veilig 1000 milligram per dag bijsuppleren. En ja, ons voorstel is dan ook dat daar zeker nog vervolgonderzoek naar komt qua implementatie. Maar bent u niet bang misschien dat bij sommige vrouwen door... He, dat er ook aangegeven wordt dat veilig kan, extra suppleren, het misschien wel gewoon gaat gebeuren en er veel minder aandacht voor de voeding komt. Als ik kijk naar uw eigen resultaten in hoofdstuk 5, ja. Wat was de bladzijde ook alweer? Ik dacht dat ik het opgeschreven had. Even kijken. Bladzijde 80, tabel 5.3. Dan zie ik dat de voedingsinname... de calcium via de voedingsinname 60 gram lager is bij de mensen die advies hebben gekregen ten opzichte van de mensen die dat niet hadden gekregen. En dat is best redelijk in verhouding tot het totale verschil in calciuminname, wat natuurlijk ook voor een deel gebaseerd is op die suppletie. Maar dit gaat de andere kant op. Dus ik vroeg me af, zou het kunnen dat die vrouwen, omdat ze dus meer zijn gaan suppleren, minder aandacht besteden aan hun voeding? Is dat niet een gevaar? Nou, ik verwacht niet dat ze minder aandacht zijn gaan besteden aan hun voeding, omdat ten tijde van de EXPECT-studie 1 er überhaupt geen calciumadvies gegeven werd. Dus het is niet zo dat ik denk dat ze nu... Nee, maar juist dat de mensen die wel advies hebben gekregen, maar die hebben een lagere calciuminname via de voeding. Ja, het klopt dat we dat in die tabel zien, hè, met die 60 milligram verschil. Ik verklaar dat zelf... denk ik niet, doordat zij een advies hebben gekregen dat ze daardoor minder aandacht zijn gaan besteden aan hun voeding. Ik denk wel dat zeker voeding genoeg aandacht behoeft en dat het niet zo kan zijn dat iemand met hele slechte voedingsgewoontes nu kan denken, oh, ik pak er een calciumsupplement bij, dan zit het wel snor. Dat absoluut niet, want de voeding is natuurlijk wel de basis en ook de verhouding in voedingscomponenten en ook het stuk als je genoeg calcium binnenkrijgt, dan moet dat ook in verhouding zijn met bijvoorbeeld magnesium. Je moet zeker ook aandacht besteden aan je voeding. Daar heeft u een heel ver punt mee, denk ik. Ja. Ja, en u heeft het ook over die andere componenten. Ik kijk eventjes naar de projector. U heeft het gehad over, eigenlijk is er geen goede biomarker voor calcium. Mm-hmm. Maar er is wel heel veel discussie over die absorptie van calcium en ook de interactie met andere factoren in de voeding. Mm-hmm. En daar vond ik iets minder over terug in uw proefschrift. Dus ik vroeg mij af, is absorptie geen discussiepunt rondom de resultaten van uw proefschrift? Moeten we toch iets... Had dat toch wat meer ruimte mogen krijgen? Ik vond het alleen terug in hoofdstuk 3, heel kort even. Ja, klopt. Dat is, wij hebben ons niet bezig gehouden met de absorptie van calcium. En ook daar kaart u een belangrijk punt aan. Want we weten dat calcium onder invloed van een passieve absorptie en een actieve absorptie door het actieve vitamine D wordt opgenomen. Vitamine D natuurlijk, hè, vanuit de huid gevormd, afhankelijk ook van huidskleur, van zonlichtexpositie. En vitamine D is absoluut heel belangrijk. We hebben vitamine D dan ook meegenomen in het onderzoek van de EXPECT-studie, in de vragenlijsten. Echter heeft dat geen rol gekregen in mijn proefschrift. Maar liggen die gegevens er nog wel? Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is dat daar nog iets mee gaat gebeuren. Ja. Oké. Dan geef ik het... dank u wel voor uw antwoorden en geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Dan wordt de oppositie nu voortgezet door dokter Ganzenvoort, gynaecoloog, perinatoloog bij het Amsterdam UMC.
Achter mevrouw de promovendus, graag zou ik willen beginnen met u en uw begeleidingsteam te feliciteren, van harte te feliciteren met mooie behaalde resultaten, allemaal vastgelegd in een prachtig proefschrift. En mijn oma zei altijd, kind, vier je feesten, vandaag is zo'n feest, het feest van de wetenschap. En wat is mooier dan om dat feest te midden van je online familie en vrienden te vieren samen met deze commissie. Zelf heb ik heel veel gehad aan uw onderzoek, ook binnen het hele bredere kader van de expect. Het heeft ervoor gezorgd dat ik niet meer klakloos heb aangenomen dat de kaaskop die ik ook heb tussen mijn multi-etnische populatie in Amsterdam-Zuidoost, dat die wel voldoende calcium binnenkrijgen. En sindsdien, ik ben zelf ook betrokken geweest bij de richtlijnenontwikkeling en het implementeren van deze bevindingen. Dat is vooral, denk ik, heel belangrijk werk. Toch bleef bij mij een beetje kriebelen. Want ik heb eigenlijk de pathofysiologie van calcium, die uiteindelijk dan zou moeten leiden tot het endoteelprobleem van preeclampsie, niet zo heel helder. Dat vond ik eigenlijk ook niet helemaal perfect voor mijzelf uitgeschreven in uw proefschrift terug. Dus ik vroeg me eigenlijk af, hoe is die pathofysiologie en waarop is nou eigenlijk die 1000 milligram recommended calcium intake gebaseerd? Waarom precies dat getal? Dank voor uw felicitaties, dank voor uw vraag. Wat fijn om te horen dat u ook echt praktisch iets kunt met de kennis die wij met ons team onderzocht hebben. U stelt een terechte vraag over de pathofysiologie van calcium en waarop nou die 1000 milligram dan gebaseerd is. En het klopt dat ik dat in het proefschrift niet zozeer omschreven heb. Maar ik zal daar wat verder over uitweiden. Het is eigenlijk allemaal begonnen in de jaren 80. Rond 1980 heeft Ene Belizan onderzoek gedaan in Guatemala. En wat daar gezien werd, was dat onder de Maya-Indianen daar een hoge calciuminname was. En dat gebaseerd was op hun voedingspatronen. Zij weekten hun mais in citroen, in limoen. En daardoor kregen zij veel calcium binnen. En er werd ook gezien dat de incidentie van pre-eclampsie daar laag was. Datzelfde werd ook in Ethiopië gezien. En vervolgens zijn daar hypotheses over gevormd. Hoe dat dan kwam. Dat een hoge calciuminname toch geassocieerd was met minder voorkomen van pre-eclampsie. En daar zijn een aantal ideeën over. En dat heeft ermee te maken dat op het moment dat iemand te weinig calcium binnenkrijgt, de bijschildklier wordt aangezet tot het produceren van het parathyroïdehormoon, PTH. En dat PTH dat gaat er vervolgens voor zorgen dat er genoeg calcium in het bloed komt. We weten dat 99% van het calcium normaliter gebonden zit in het skelet. Maar in het bloed is het calcium heel belangrijk om normale processen van de zenuwgeleiding, van de spiercontractie, voor te laten gaan. Wat er dus gebeurt, is dat er meer calcium wordt teruggeresorbeerd uit het skelet, dat er minder wordt uitgescheiden door de nieren, en dat er meer calcium uiteindelijk in de gladde spiercellen terechtkomt, waardoor ook in de vaten de gladde spiercellen aan het werk worden gezet, en er sprake is van een vasoconstrictie. En die vasoconstrictie die zorgt voor een verhoogde tensie. Daarnaast wordt gedacht dat ook renine wordt gestimuleerd door calcium. En renine heeft een rol in het RAS-systeem, het renine-angiotensine-aldosteronsysteem. Renine komt vanuit de nieren, zorgt voor de omzetting van het angiotensine 1, onder invloed van het ACE-enzym in angiotensine 2. Aldosteron wordt gevormd en ook op die manier wordt de water- en zouthuishouding beïnvloed stijgt de tensie. Maar u had het ook over de endoteelcelactivatie. En die eerste twee elementen die ik net omschreef, via het parathyroïdehormoon en via renine, die leiden, als er een te lage calciuminname is, puur tot een stijging van de tensie. Maar dan hebben we het nog niet over pre-eclampsie op zich. En pre-eclampsie,
Ja, daar is de precieze pathofysiologie ook niet van bekend, moet ik zeggen. Maar wat gedacht wordt, is dat dat eigenlijk te maken heeft met een slecht ontwikkelde placenta. Dat de spiraalarteriën daar een rol in spelen, maar ook dat er een stukje endothelcelactivatie plaatsvindt op basis van de trofoblast die ja, toch bepaalde toxines uitscheidt. En daar is ook door ene de Sousa onderzoek naar gedaan. En die heeft gezien dat calcium daarop inspeelt en dat die endothelcelactivatie verminderd wordt. Dus om het eerste deel van uw vraag te beantwoorden, wordt er gedacht dat calcium op die drie manieren eigenlijk een rol speelt in het voorkomen en het verminderen van hoge bloeddruk en preeclampsie. Hoe zit het dan met die 1000 milligram? 1000 milligram hebben we gezien in RCT's dat dat gesuppleerd werd en dat dat leidde tot een risicoreductie van pre-eclampsie. Dat waren echt de suppletie trials, waarin die 1000 milligram verstrekt werd en waarin de riskratio 0,45 bedroeg op het ontwikkelen van een pre-eclampsie. En als we het dan hebben over 1000 milligram, dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is, misschien was dat ook wel een beetje de vraag, dan hebben we het over de recommended daily allowance. En hoe komt die dan tot stand? Sorry, u wilde me onderbreken. Ja, ook omwille van de tijd, want ik merk al dat er een heel vat aan kennis wordt aangeboord. Maar eigenlijk is wat u zegt, is dat, dat het min of meer een pragmatische aanname is op basis van wat eerder gekozen is, zoals eigenlijk heel veel dingen in de geneeskunde op deze manier zo gekomen zijn. Omwille van de tijd wil ik dan doorgaan nog naar een aantal andere inhoudelijke vragen. Ik zag al in uw eerste presentatie dat u figuur 5.2 op pagina 83 voor ogen had. Ik vond dat zelf een heel aangename figuur om naar te kijken. Ik snapte hem ook. Dat is ook niet altijd zo dat figuren meteen heel duidelijk herkenbaar zijn. Eigenlijk wat je hier ziet is dat er hoe hoger het geschatte risico, hoe meer kans dat mensen ook gemotiveerd zijn om adequate inname te gaan veranderen. En ik vroeg me eigenlijk af of je, als je deze getallen hebt, of je dat ook kunt relateren aan de uitkomsten. Is het ook zo dat die groep die het beter gaat doen met hun inname, dat die ook betere uitkomsten hebben? Is dat ook proefondervindelijk terug te vinden in uw data? Daar heeft u een terecht punt, moet ik zeggen. Want dat is natuurlijk waar we naar streven. Dat je ook echt in de outcomes ziet dat de getallen minder voorkomen. Ik moet zeggen dat in deze grafiek zie je heel mooi dat juist die vrouwen die nu het calciumadvies krijgen, dat juist degene met een hoog risico op pre-eclampsie degene zijn die nu ook minder te laag calciuminnames hebben, wat precies is wat nodig is. Alleen hebben wij nog niet onderzocht in onze data, omdat die daar ook niet op gepowerd zijn, hoe dit nou ook echt zit met de outcomes. De groep mensen die een 10% pre-eclampsie-risico hebben of een 5% pre-eclampsie-risico, die hebben 10 of 5% pre-eclampsie. En als je daar een significant effect van verwacht, zou je ook verwachten dat je dat in deze grote trial ook wel terug zou kunnen vinden. Is dat iets wat jullie van plan zijn om te gaan onderzoeken? Of is dat data die niet beschikbaar zijn in de expect? En zeker wel beschikbaar in de expect. Als in dat we dat kunnen combineren met andere data. Ja. Want de expect zelf heeft, is door mijn collega's, zijn die outcomes allemaal verzameld. Alle data überhaupt verzameld. En dat is iets, ja, ik moet zeggen, ik heb dat nu niet nagekeken. Ik heb dat niet onderzocht. Maar dat zou wel heel interessant zijn om dat nog te bekijken. En dan is er natuurlijk ook nog een co-interventie die gebeurd is, namelijk aspirine die ook werd aangeraden in het hele geheel. Waar ook een vergelijkbaar effect gezien werd, neem ik aan.
Althans in de respons dat mensen het vaker ook gingen gebruiken, hoe hoger het risico was. Heb je daar dan last van als je dat zou gaan onderzoeken? Bedoelt u dan of je er last van hebt dat beide geadviseerd werden? Ja, last in de analyse bedoel ik. Wordt je analyse moeilijker om het effect van calcium te beoordelen? Ja. Wij hebben natuurlijk naar de calcium intake gekeken. En op dat moment heb ik geen last ervaren van het advies van aspirine. Maar ik kan me voorstellen dat als je de outcomes gaat bekijken, dat ja, er zeker ook een effect is van aspirine. Want aspirine wordt natuurlijk geadviseerd ter reductie van het risico op pre-eclampsie. Dus ja, wat dan als je beide adviseert in de outcomes het effect van de een en van de ander is, is lastig te zeggen, denk ik. Ja, dus daar zou je goed voor moeten corrigeren. Ja. Ja. Is er nog ruimte voor een kleine, korte vervolgvraag? Als het een hele korte vraag is. Ja. Zou je een idee kunnen formuleren over hoe je dat zou kunnen uitzoeken? Als u een hele korte, binnen de gegevens die u al heeft. Nou, als je dat echt zou willen uitzoeken, ja, dan zou je een RCT moeten opzetten waarin je de ene groep het ene advies geeft, de andere groep het andere advies en een volgende controlegroep genereert zonder advies. En dan zou je de individuele invloed van calciumadvies dan wel aspirineadvies, denk ik, kunnen bekijken. Dus dan zou je echt een hele aparte RCT moeten opzetten. Dat zou kunnen. En anderzijds denk ik dat je ook door ja, na te gaan wat vrouwen van advies gekregen hebben en wat zij daadwerkelijk uitgevoerd hebben van advies en misschien middels een regressieanalyse waarbij je gaat kijken naar odds-ratio's, dan twijfel ik. Dan zou ik mijn promotor moeten aankijken en hulp moeten vragen om dit goed op te zetten. Om die individuele adviezen te bekijken. Nou, volgens mij zit je heel aardig in de goede richting. En iedereen doet het altijd in teamwerk. Dus het is altijd belangrijk om de juiste mensen aan te kijken. Hartelijk dank, ik ben heel tevreden met deze beantwoording. Ik geef het woord graag terug. Merci. Dank u wel, dokter Ganzenvoort. Heel fijn dat u aan deze plechtigheid hebt kunnen deelnemen. Hoewel online, gezien alle restricties, maar toch heel fijn dat we het op deze manier hebben kunnen regelen. Datzelfde geldt voor de volgende opponent. Dokter Roeleveld, universitair hoofddocent reproductie-epidemiologie van Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Dank u wel. Ook ik wil graag u en uw promotieteam van harte feliciteren met dit mooie proefschrift over een heel interessant onderwerp. En ik heb het met veel plezier gelezen. Maar als epidemioloog heb ik natuurlijk altijd wat te zeuren. Met name als het gaat over methodologie en interpretatie van resultaten. Dus ik wil eerst met u graag kijken naar hoofdstuk 2, waar u in feite de opzet van de EXPECT 1-studie beschrijft, die overigens veel lijkt op ons grote zwangerschapscohort, de PRIDE-studie, die we sinds 2012 in Nijmegen runnen. Ik heb daar een paar puntjes over als het gaat om de kwaliteit, zeg maar, van de gegevens. U gebruikt een food frequency questionnaire waarmee u de calciumgegevens berekend, gebaseerd op de voedingsinname van niet-zwangeren. Dus in hoeverre wordt daar een fout mee gemaakt, dat je je basisgegevens gaan over niet-zwangeren, terwijl we het hier hebben over zwangeren, zeker in het begin van de zwangerschap, die misschien toch andere opname hebben, ook misschien andere absorptie, wat net ook al aan gerefereerd werd. Dat is één punt. Dan de timing. U zegt dat u calciuminname berekent voor week 8 van de zwangerschap. Maar
Volgens mij stromen mensen in tussen week 8 en 15 en vraag je dan zelfs terug naar vanaf week 4 met de Food Frequency Questionnaire. Heeft u moeite mij te horen? Wilt u daar eerst... Zeer geleerde opponent, bedankt voor uw felicitaties en voor uw vragen. Als ik het goed begrijp, gaat uw eerste vraag over de Food Frequency Questionnaire. En hoe we dat nou hebben gedaan, hoe we tot stand zijn gekomen hoe we gekomen zijn op de vragen die we nu stellen ten aanzien van de voedingsinname. Uw tweede... Als ik gelijk even mag onderbreken, niet zozeer hoe u aan de vragen bent gekomen, maar of de achterliggende berekening klopt. Dus als iemand zegt, ik eet 2 boterhammen, betekent dat hetzelfde voor een zwangere als voor een niet-zwangere? Ja, als we het dan hebben over de... Over de calciumabsorptie, dan weten we dat de behoefte tijdens de zwangerschap in principe vergroot is, omdat het kind aan het groeien is, maar dat het lichaam er ook voor zorgt voor een soort van compensatiemechanisme, waardoor er ook meer geabsorbeerd wordt en waardoor dat in evenwicht is, zodat de aanbevolen hoeveelheid gelijk is voor zwangeren dan wel niet zwangeren. En als we het dan hebben over die vragenlijst, dan hebben wij ons gebaseerd op een Food Frequency Questionnaire. De FFQ-tool eigenlijk gebruikt op basis van gegevens inderdaad uit de niet-zwangere populatie die we gecombineerd hebben met de informatie die we uit de NEVO-tabellen hebben gehaald. Van hoeveel calcium alle producten bevatten. En wat wij gedaan hebben is dat we een berekening hebben gemaakt waarbij we gestreefd hebben naar dat de cumulatieve variantie van calcium meer dan 80% bedraagt. Datzelfde hebben we ook voor vitamine D gedaan. En ook die producten die daarvoor zijn meegenomen, die tellen we natuurlijk ook mee in de calciuminname op het moment dat die producten ook calcium bevatten. En dan kom je uit op een absolute bijdrage van 61,65% van alle voedingselementen die we hebben nagevraagd. En die hebben we natuurlijk ook teruggecalculeerd naar 100%. Dus dat zijn de resultaten die jullie zien. Als u dan zegt van inderdaad, ja, het is gebaseerd op voedingsgegevens van niet-zwangeren. Dat is correct volgens mij. Maar natuurlijk hebben wij het toegepast in onze zwangere populatie. Dus er valt wat voor te zeggen. Meet je wat je wil meten op het moment dat je het op deze manier doet. Maar die gegevens waren volgens mij voor zwangeren ook niet voorhanden om daarop dit te baseren. Nee. Er zijn geen goede frequency vragenlijsten voor zwangeren. Daar wordt wel aan gewerkt, maar die zijn er nog niet. Als we dan naar supplementen kijken, uit ons eigen onderzoek blijkt dat er best veel verschillen zitten. Ik weet niet precies over calcium, maar zeker voor vitamine D, tussen de verschillende merken van supplementen. Heeft u daar ook naar gekeken of niet? We hebben zeker daarnaar gekeken. En we hebben in ons onderzoek hebben we echt, ja, ik kan wel zeggen, een waslijst aan supplementen uitgevraagd. En bij elk supplement hebben we eerst de naam van het merk genoemd. En vervolgens als een vrouw zei, ja, dat merk heb ik gebruikt, dan hebben we de subtypes die wij kenden erbij opgesomd en nog een categorie anders gemaakt, zodat de vrouw ook nog kon invullen als zij toch een bepaald subtype gebruikte wat wij niet kenden. Dus op die manier hebben we alles in kaart gebracht. En wat we ook hebben gedaan is dat we natuurlijk op de potjes zijn gaan kijken hoeveel calcium zat er dan in. En dat we terug zijn gaan kijken ook naar, maar is dat dan ook de elementaire hoeveelheid calcium? Want dat is wat je eigenlijk wil weten. En officieel zijn de richtlijnen zo dat op de potjes de elementaire hoeveelheid gedrukt moet staan. Maar in het geval dat dat niet duidelijk was, heb ik de fabrikanten gecontacteerd en dat nagevraagd. En dan zien we inderdaad een heel groot verschil. En dat zelfs, uit mijn hoofd, 3 multivitamine voor zwangeren geen calcium bevatten. U stelt me gerust dat u daar zo inderdaad zo gedetailleerd naar gekeken heeft. Dus dat is prettig om te weten dat die data ook zo goed mogelijk zijn.
Ik wil nog even, gezien de tijd, doorsteken naar hoofdstuk 5, waarin u de vergelijking maakt tussen de Expect 1 en Expect 2-studie. En dan zegt u van, ik vergelijk de waarde van de Expect 1-studie. Overigens, daar gebruikt u eerst medianen en nu ineens gemiddelde. Dat is ook een beetje bijzonder. Maar goed, en dan zegt u, ik gebruik de waarde van week 24... want dat is na advisering. En dan kom ik op een verschil bijvoorbeeld van 120 milligram calcium per dag. En u zegt dan in uw conclusies dat dat door de advisering komt. En ik heb daar toch wat twijfels over. Want als ik kijk naar in tabel 5.3 naar de waarde van voor de 16 weken in Expect 2, dan zie ik daar al een verhoogde calciuminname van ongeveer 60 microgram per dag. Plus een verminderde calciuminname via voeding van ongeveer 60 microgram per dag, die al eerder genoemd is. Ik zie ook dat er al 17 in plaats van 2% calciumsupplementen gebruikt. Dus in hoeverre, zeg maar, welk deel van uw studie, welk deel van uw resultaat is eigenlijk echt? Of is het eigenlijk allemaal ook over? Sorry, dat laatste viel weg. Of is het eigenlijk allemaal? Is de toename van calciuminname eigenlijk al begonnen voordat de adviezen gegeven werden? En oversteekt u uw conclusies niet door deze vergelijking te maken met 24 weken? Ja, misschien is het goed als ik dat verduidelijk, want de vragenlijsten, de eerste vragenlijst is afgenomen voor de 16 weken zwangerschap. Mm-hmm. En ten tijde van de Expect 1 was er geen calciumadvies, dus verwacht je ook niet zozeer dat daar een verandering in komt. Maar ten tijde van Expect 2 is die eerste vragenlijst ook weer voor de 16 weken zwangerschap afgenomen. Maar vrouwen zijn wellicht in week 6, 7 al bij hun zorgverlener geweest en yes, hebben op dat moment het calciumadvies kunnen krijgen. Dus inderdaad, dat wat we nu zien in die eerste vragenlijst, die data, die zijn al beïnvloed waarschijnlijk door het advies. Of door wat we echt weten, kan ook, want inderdaad, we hebben ook de media bereikt met onze adviezen. Ja. Maar wat we gekozen hebben is om zo eerlijk mogelijke vergelijking te trekken. En we hebben natuurlijk de gegevens uit de Expect 1 van de vroege zwangerschap. En we vonden het dan zo eerlijk mogelijk om die te vergelijken met het moment dat het calciumadvies ook zoveel mogelijk opgevolgd wordt. Namelijk dat het vanaf de 20 weken veel al echt toegepast wordt. Dus vandaar dat we bij die tweede vragenlijst, bij 24 weken, het vergelijkingspunt gekozen hebben. En we zien dan ook dat... Sorry, vanwege de tijd moeten we stoppen. Maar ik zou het eerlijker gevonden hebben, zeg maar, als u zegt dat van, ik doe de vergelijking met het moment dat ik zeker weet dat iedereen geadviseerd wordt, maar ik zie al een toename, ook al in de vroege zwangerschap. Dan was het beter compleet geweest, wat mij betreft. Hiermee geef ik graag het woord terug. Dank u wel. De oppositie wordt voortgezet door professor De Vries, hoogleraar gezondheidsbevordering aan deze universiteit. Dank u wel. Ik hou het heel kort wat felicitaties betreft, want dat doen we straks wel als dit zaakje beklonken is, zeg maar. Maar desalniettemin toch heel even. En waarom doe ik dat? Omdat u kijkt met geluk naar de klok, maar ik met wat minder geluk, want daardoor kan ik maar kort opponeren. Ik ben hoogleraar gezondheidsbevordering. Een groot deel daarvan gaat over gedragsbeïnvloeding. En mijn eerste vraag is daarom, u geeft een advies. Is dat geprotocoliseerd? Hoe ziet dat eruit? Ik zie dat er verschillende componenten in zitten. Zitten ook echo's in en aspirinevoorschriften en weet ik veel wat allemaal. Maar heeft u daar een protocol voor geschreven en hoe ziet dat er dan uit? Hoe deden de verloskundigen dit? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw felicitaties en uw vraag. Hoe deden de verloskundigen dit? Dit is in het LOX, in het Limburg Obstetrisch Consortium, is dit afgesproken. En ook dat is door een van onze collega's heel mooi begeleid. En daar zijn heel veel discussies geweest over hoe gaan we dat dan aanpakken. En dit alles tezamen is eigenlijk onderdeel van de Expect 2 geworden. Dus ja, dat calciumadvies,
Dat is een onderdeel geworden van dat zorgprogramma op maat. En dat zag er als volgt uit, dat vrouwen in de vroege zwangerschap een risicocalculator eigenlijk door de verloskundige ingevuld kregen. En daarop werd hun persoonlijke risico op diabetes gravidarum en pre-eclampsie berekend. Los daarvan, van die risico's, werd ook een advies over calcium gegeven. En afhankelijk van de risico's op diabetes gravidarum pre-eclampsie volgden... Mag ik even, want het calciumadvies werd aan iedereen gegeven. Ja. Dus die risicoscore, dat heb ik ook gezien, maar dat ging eigenlijk alleen maar om nog weer extra echo's en nog weer extra elementen toe te voegen. Maar het gaat mij erom, is het geprotocoliseerd? En wat heeft u daarin gestopt om inderdaad van één keer proberen om een pilletje te slikken naar daar een gewoonte van maken en dat iedere dag te doen wat eigenlijk nodig is? Ja. En daar zijn natuurlijk tools voor die in mijn vak wel beschikbaar zijn, maar waar ik niks over heb gelezen. Nee, ik denk dat dat de vervolgstap gaat zijn. Om daarop in te haken, op dit moment is het advies geweest... 1000 milligram per dag calcium is aanbevolen en is uitleg gegeven, als het goed is aan de vrouwen, over hoe zij dat kunnen bereiken, middels voeding dan wel supplementen. Dus dat is toch een beetje zoals onze minister van Volksgezondheid op het ogenblik zegt, je moet wel de gedragsregels voor COVID in acht nemen, maar hij vertelt niet hoe. Dus ja, we hebben allemaal een doekje mee, maar zorgen dat je dat iedere keer opzet, eraan denken dat je 1,5 meter moet houden. En dat is precies de discussie die we op het ogenblik op tv zien natuurlijk, tussen gedragsdeskundigen en onze medici in het OMT. Ja, en dat is ook precies waar nu het vervolg eigenlijk over moet gaan, want het moet praktischer worden, het moet meer handvatten krijgen. Is dat niet verkeerd om? Nou, ik denk dat er voor allebei wat te zeggen valt. Je kunt het op twee manieren aanvliegen. En wij hebben nu gekozen om alvast een stukje van de implementatie op deze manier te doen. En vervolgens die implementatie, die zal nog voortgezet moeten gaan worden. Nou, ik zag in uw presentatie dat u zei, er zijn verschillende aspecten in het volhouden. En eentje daarvan, dat is de sociale component. Dat gaat eigenlijk vallen over wat je partner, denk ik, de huissituatie enzovoort. Nou weten we bijvoorbeeld uit de minimale interventiestrategie tegen het roken voor verloskundigen, die is onderzocht en daar is van alles aan gedaan, dat daar inderdaad een groot probleem zit. Dus dat is één ding. En het tweede is dat het veel te maken heeft met planning. Dus hoe ga je jezelf eraan herinneren dat je dat pilletje neemt als je een supplement wenst te nemen? Of hoe zorg je ervoor, wat ga je doen om inderdaad iedere dag genoeg calcium binnen te krijgen? En dat, die elementen, ja, ik zou het zo fijn hebben gevonden als u daar kennis van had genomen. Ik weet dat in ieder geval mevrouw Lisbeth Schepers daar van alles van moet weten. Dus waarom zijn die elementen niet meegenomen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom heeft u mevrouw Mesters niet in de eerste fase al betrokken? Want die weet iets van gezondheidsbevordering. Ja, mevrouw Mesters is zeker betrokken geweest. En wij hebben dan ook de theorie van Fischbein en Eisen over de theory of planned behavior meegenomen. Waarin we weten dat de ideeën die mensen hebben inderdaad gebaseerd op een stukje attitude, subjectieve normen en zelfeffectiviteit uiteindelijk een rol spelen in het tot stand komen van gedrag. En dat is ook juist wat we in dit onderzoek hebben proberen mee te nemen aan de hand van die 5 domeinen van Grol. Wat mensen hun ideeën dan daarover zijn, wat ze nodig hebben. Ja, ik ben heel interactief, want ik lees daar niks meer over. Ik lees in het begin dat u daar gebruik van heeft gemaakt, maar over die factoren die u nu noemt en de effecten van de interventie op die factoren, heb ik eigenlijk niks aangetroffen, of wel? Heb ik verkeerd gelezen? Ik zou niet durven beweren dat u verkeerd gelezen heeft. Maar dat is wel de theorie waarop wij onze vragen gebaseerd hebben. Maar met is ook een rapportage. U zegt net, attitude, eigen effectiviteit, sociale componenten. Ja. Is daar ook een rapportage over wat de interventie doet op die componenten? Op die nee, we hebben geen rapportage van wat de interventie doet op die componenten, maar we hebben wel vrouwen gevraagd naar hun attitudes, naar hun sociale omgeving en wat voor een rol dat speelde en hoe we het zouden kunnen verbeteren in hun ogen. Dus ik denk dat het dan net
andersom zit, hoe ik het misschien niet met u, maar dan met Luc en Lisbeth ga ik daar verder over praten. Maar ik geef nu het woord terug aan de prorector, want die wordt ongeduldig. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dan wordt de oppositie nu voortgezet door professor Nieuwenhuizen. Na leeropdracht is midwifery, fysiologische verloskunde aan de Academie Verloskunde van Zuidhogeschool en Universiteit Maastricht. Geachte mevrouw de promovendus, ook mijn felicitaties met dit prachtige proefschrift en ook voor uw team. Een belangrijk onderwerp, bijdragen aan de gezondheid van vrouwen, maar ook om meer inzicht te krijgen in hoe gezondheidsvoorlichting werkt en wat daaromheen speelt. Ik heb nog maar beperkt tijd, dus ik wil vooral inzoomen op een vraag die me eigenlijk al een aantal jaren bezighoudt. U heeft helemaal gedoken in de calcium en de aanbevelingen en de gezondheidsvoorlichting rondom calcium. En heeft daar een aantal mooie successen mee gehaald. Meer vrouwen zijn adequaat calcium gaan gebruiken. Meer verloskundigen zijn voorlichting gaan geven over calcium. In het begin van uw proefschrift heeft u het over 10%. Aan het eind over 80% van alle zorgverleners. Maar goed, verloskundigen doen 90% van de intakes. Dus het is echt een enorme toename die daar heeft plaatsgevonden. En u zegt ook heel mooi van, nou ja, en belangrijk daarin is dat er met nadruk over de urgentie wordt gecommuniceerd, over helderheid daarover, het blijven herhalen, het checken. Maar als ik nu die pet van die zorgverlener opzet, dan krijg ik dat advies van u over calcium, een advies rondom aspirine, een advies rondom meer bewegen in de zwangerschap, over geen rauw vlees eten, over een gezonde gewichtstoename, over alcohol. Nou ja, een heel scala van dingen. En die moet ik dus allemaal met nadruk, met urgentie onder de aandacht brengen. Nou, dat is, je kunt zich voorstellen dat dat een dilemma is voor zowel de zorgverlener als om goed binnen te komen bij die zwangere vrouw. Als ik u nu na uw promotie zou vragen om met ons een onderzoeksproject te doen, om daar eens wat meer samenhang in te brengen en een meer integralere aanpak van te maken. Waar denkt u dan aan? Wat heeft u wat dat betreft ook over gezondheidsvoorlichting geleerd? Waar moeten we dan aan gaan denken? Hoe zou je dat opzetten? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw felicitaties en uw vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we inderdaad met de zorgverleners ook hierna gaan kijken. De druk bij de zorgverlener neemt natuurlijk toe met alle adviezen en dingen die gecheckt moeten worden en die besproken dienen te worden. En we weten ook als mensen in een publiek zitten, normaliter dat ze slechts 5% van wat hen verteld wordt onthouden. Terwijl als het een dialoog is, dat men veel meer kan onthouden daarvan. En er dus ook meer mee kan doen. Dus inderdaad, het is heel belangrijk dat een zorgverlener dit op de juiste manier weet te brengen. Middels een juiste communicatie, respectvol naar een patiënt toe. En ik denk dat het ook belangrijk is om met de zorgverleners te gaan kijken hoe dat dan toegepast kan worden. En als u dan vraagt, hoe moeten we dat doen? Dan denk ik dat wellicht focusgroepen daar een goed middel voor zouden kunnen zijn om met zorgverleners daarover te sparren wat zij daarvoor nodig hebben. Denk ik dat er wellicht ook ondersteunende dingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld de folders voorheen eerder werden toegepast en apps heden ten dage populair zijn. En dat geven de vrouwen ook aan in de interview zelf, dat handig zou zijn om een reminder te krijgen. Dus wellicht is dat iets wat aan ondersteuning kan bieden, bedenk ik zo. Maar dat zal met de zorgverleners overlegd moeten worden. We zouden ook niet veel eerder moeten beginnen. We focussen nu alles op die zwangerschap. In het verleden hebben we ook vaker gezegd, er zou eigenlijk preconceptioneel al veel meer aandacht moeten zijn aan gezondheid en ook het gezond zwanger worden. Wat zijn uw gedachten daarbij? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeker preconceptioneel. Foliumzuur is heel
bekend. In 1995 is daar een gezondheidscampagne van geweest en die is goed opgepikt. En zo'n 50% van de vrouwen gebruikt het nu ook op de juiste manier, preconceptioneel. Ook wat calcium betreft, is daar wat voor te zeggen. Hè? Want je zou je kunnen bedenken dat juist ook in die placentatie het calcium een rol zou kunnen spelen. Hofmeijer heeft daar een onderzoek naar gedaan in, ik geloof, Zimbabwe, Zuid-Afrika en nog een plek. En die heeft, die had als doel om grote effecten daarvan aan te tonen ten tijde van de preconceptie en vroege zwangerschap van calcium dan. En die heeft hij niet kunnen aantonen, maar goed, kleine effecten zijn niet uitgesloten. Dus ik denk zeker dat een stuk voeding, een stuk gezonde lifestyle in die preconceptie en die vroege conceptie wel een rol kan spelen. Dat. En nu, ook in het kwalitatieve stuk heeft u met vrouwen gekeken. Toch mis ik daar de groep in die laag opgeleid is, beperkte gezondheidsvaardigheden. En waar je als zorgverlener in alle realiteit, is dat een groot deel van je populatie. Dus wat speelt daar ook nog in wat meegenomen moet worden in de aanpak? Ik denk dat daarin meespeelt dat vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden doorgaans ook een mindere lifestyle hebben. Jessica Willemsen. De gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. Dank u. Dames en heren, dadelijk komen ze terug voor de felicitaties en het uitreiken van de bil, van de bul. Jullie mogen...
Maar misschien dat ik uit kan naar huis. Oh, zo. Of als we ons wachten op de vijf, dan zei ik prima. Gaan we niet. Ja, we moeten even kijken. Ik zal ook kijken hoeveel uur. Want dan zijn jullie ook zo'n uur. Ja, anders mogen jullie midden mij, hè. Dat is zo. Dat kan altijd. Ja, maar ik denk ook nog even of je jullie het wel zien. Ja, snap ik. Ja, want die zijn met maanden begonnen, hè. Ja. Vanaf het op de en bij jullie komt dan heel veel trek, dat staat er dan alleen voor. Dat is dus nu weekend. En vandaag naar niet. Jessica Willemsen. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van hun proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar, professor Smits, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja. Dat is mooi. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u... Johanna Petronella Margaretha Maria Willemsen tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijs hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Beste Jessica, voor jou staat een trotse promotor en naast mij zit een even trotse co-promotor. Dat klopt toch, hè? Het klopt. We zijn heel trots op wat jij vandaag hebt gepresteerd. En trots op het wetenschappelijk werk dat je hebt verricht. En waar jij vandaag ook een kroon hebt op mogen zetten. Het is ook schitterend om vandaag jou geflankeerd te mogen zien door Linda en Pim. Die in 2018-2020 promoveerden aan dezelfde katheder en bij hetzelfde promotieteam. En op ongeveer dezelfde data, deels. Ja, en die parennimfen, daar heb jij een best veel te danken. Want zij verzamelden in het kader van de EXPECT-studie een groot deel van de gegevens die jij uiteindelijk hebt gebruikt in jouw onderzoek. En jullie hebben een deel van de tijd ook samen op één kamer gezeten. En dat heeft allemaal ook een heel hechte band opgeleverd, die zich nu ook weer vertaalt in deze drie eenheid hier in de promotiearena. Maar eerlijk is eerlijk, het feit dat jij nu hier staat met een prachtig proefschrift op de katheder, een verslaglegging van een belangrijk en heel bruikbaar wetenschappelijk werk, dat is toch echt jouw eigen verdienste. En daar wil ik jou van harte mee complimenteren en feliciteren. Het is altijd mooi om te melden als een promovendus haar resultaten mondeling heeft mogen presenteren op congressen. En dat heb je ook gedaan. En ook heeft kunnen wegzetten in mooie tijdschriften. En dat is je ook gelukt. Een paar artikelen zijn nog wel onder review.
Maar het is nog veel mooier om te kunnen melden dat resultaten van je promotieonderzoek ook hebben bijgedragen aan adviezen en richtlijnen. Ja, zoals al eerder is genoemd vandaag, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie heeft het calciumadvies dit jaar opgenomen in een richtlijnen, hypertensieve aandoening in een zwangerschap. En ook de Gezondheidsraad heeft in juni van dit jaar, verwijzend naar ons onderzoek, het gebruik van voldoende calcium aanbevolen in zijn voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen. Al was dat advies niet helemaal geformuleerd op de manier zoals jij dat graag zou willen. En los van die meer chique impact werden sommige vruchten van jouw onderzoek ook opgepikt door landelijke en regionale nieuwsmedia, zoals dat ook wel gebeurde bij andere studies uit het Expect Koker. En dat is altijd weer heel exciting geweest en daar genoot jij ook heel erg van. En waar je ook van genoot, dat is eigenlijk heel wat anders, maar niet minder leuk, dat waren de vele reizen die jij altijd maakte in die welverdiende vakanties tussen jouw onderzoeksgeploeter door. En dat waren geen tripjes naar de Eifel of naar Zeeland, maar dat was zonder uitzondering naar Verwegistan. En ik was begonnen met op een rij te zetten waar je allemaal naartoe bent gegaan in jouw, alleen al ten tijde van je promotieperiode. En gaandeweg heb ik even getwijfeld of ik uit efficiëntie overwegen niet beter alle landen kon noemen waar je niet was geweest. Maar hoe dan ook, ik ga er niet aan beginnen. Ik herinner me wel heel duidelijk de big smile die jij altijd had als je weer eens vertelde over je belevenissen op Jamaica of over je plannen om te vertrekken naar Cambodja of Oeganda. Daar heb ik er toch nog een paar genoemd. Ja, die big smile, ik zie hem nou ook weer. Dat is wel een heel veel genoemd kenmerk van jou. Als ik zo eens rondvroeg bij collega's hoe zij zich jou herinneren als collega. Heel goed lachs, een giecheltje werd je ook wel eens genoemd. Ook als het niet over reizen ging, die smile die was er altijd. Een ander kenmerk van jou dat veel werd genoemd en dat zelfs ontzag opriep, dat waren de high heels. Die jij altijd maar droeg als jij op je werk verscheen, tij of ontij. En als we een werkafspraak hadden, dan wist ik ook altijd precies wanneer je in aantocht was, lang van tevoren en door de deur heen. Dus, maar wat echt ontzag opriep, dat was, en dat met name bij de vrouwelijke collega's, was dat jij dan nog steeds vrolijk op die stiletto's rondliep toen jij 36 weken zwanger was. En ik moet zeggen, dat boezemde bij mij ook wel wat ontzag in. Maar ik hield ook al een beetje mijn hart vast. Tja, en dat high heels giecheltje is nu gepromoveerd. Ja, en net als jouw voorgangers ben jij als arts precies niet die kant ingegaan die zo voor de hand lag. De gynaecologie. Maar eventjes wel, je hield een halfjaartje vol bij Zuiderland, als Anios, maar dat bleek toch eigenlijk niet zo jouw ding te zijn. Toen wist je het even niet, heb je je verdienstelijk gemaakt tussen de oudjes bij Cefagram en in afwachting van een helder inzicht welk specialisme het best bij jou zou passen. En dat inzicht is er gekomen. En een lang verhaal kort, sinds September 2019 kunnen we jou zien rondlopen en horen rondlopen bij de Maastrichtse huisartsopleiding. En zoals dat hoort bij een specialisatieopleiding ook vooral in de praktijk, dus bij verschillende huisartsen. En ik heb al aan jou gemerkt, en ik hoor het ook heel duidelijk van anderen, dat jij helemaal op je plek zit in de huisartsenij. En dat vind ik heel prettig om te merken. En ik wens je in die loopbaan ook heel veel geluk. Maar nou sta je hier niet als huisarts of als aankomend huisarts, maar als kersverse dokter. Dokter met twee O's en één C. En ik wil je daar nogmaals van harte mee feliciteren. En ook mijn felicitaties aan jouw partner Nick, je broer Bas, en je kleine meid Isa en je ouders. Isa snapt er natuurlijk nog helemaal niks van. En al die mensen die met jou hebben meegeleefd in jouw promotietraject. En we gaan het gezellig vieren vandaag
En geniet ervan. Je hebt er ook wel van genoten tijdens de promotie. Dat had ik je aangeraden. Het is ook nog gelukt ook. En geniet er ook van in de komende dagen en weken. En ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dr. Willemsen, ook namens de Universiteit Maastricht wil ik je graag feliciteren met je behaalde dokterstitel. Aan de zaal moet ik zeggen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Ik moet u wel vragen om zo meteen als wij hier klaar zijn de zaal te verlaten en daarna ook het gebouw, al dan niet op high heels. Allemaal in het kader van de coronamaatregelen, zoals u zult begrijpen. Maar ik hoop desalniettemin dat u binnen de grenzen van de maatregelen er een mooie dag van zult maken. En dan wil ik hierbij deze academische zitting sluiten.